grensoverschrijdend gedrag in Óngerwaeg. Hey, is het gezellig? Goedemorgen. 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 Ik hoor enorm aan het twijfelen. Ja. Zitten we nu in Limburg of in Brabant? Brabant. En een beetje Haags erbij. En een beetje Haags erbij. En mij moet je niet opnemen, want ik praat alleen maar Haags. Oh ja joh. Klopt. Ik praat helemaal klopt. Haagenees. Ja. Van oorsprong. Van oorsprong. Ja. Ben geëvacueerd. Dus dit schutterij van Maashees. Ja, Gilde. Gilde? Ja, in Brabant hebben we Gilde en in Limburg hebben we de schutterie. Oké. Okay. Ja. Dat is het verschil. Je hebt een beetje, ja, een klein beetje verschil. Ongeveer hetzelfde, maar toch net iets anders. Zou je misschien even de radio uit willen zetten, alstublieft? Theo Giedeur is op de kieken van, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Ja. Dus een gilde. Ja. Wat zeggen ze, de gild? De gild, ja, wij zeggen de gild, ja. Maar dat betekent dat je dus ook niet aan de nieuwe Limburger mee doet? Dat doe je ook niet met, nee. Is dat jammer? Ja, weet ik niet. Wij zijn er niet mee opgegroeid. Dat is jullie iets anders als dit, hè? Kijk, wij, ja, je hebt eigenlijk de grens zit zo'n beetje, je zeg maar Blitterswijk. Die vallen nog ook bij ons in de kring Land van Cuijk, hè? Die van Blitterswijk? Blitterswijk, Geijsteren, wel. En dan hadden eigenlijk alle, en dan nog aan die kant van de Maas nog Moog, hadden onder andere ja, Cuijk, maar die is dan zien ook eigenlijk, en aan die kanten daar de huren allemaal bij het kring Land van Cuijk. En dan is eigenlijk nog tot aan de Middenpeelweg zowat. En Land van Cuijk, had die ook iets wat was je kind vergeleken met de nieuwe Limburger, met de oorles? Ja, ja, nee, we hebben ook eigenlijk een gilde kunning. Ja, we schieten ook op de volgende, maar we schieten op de Brabantse wip noemen ze dat. We hebben eigenlijk een herrik. We schieten niet op de balk, we schieten op de wip. Ja, maar leg eens goed. Leg eens goed. Ja, ik denk, hier staat hij, ik zal het even in de andere even vatten. Ik zal even een losse vatten. Ja? Vat even een losse. Kijk, dit zijn die kleintjes. Die schiet je eraf. Komen die hier nou? Oh, wat grappig. Dus dan moet je dit eraf schieten zo. Top. Nee, maar dat is wel milieuvriendelijk ook. Ja, met een mattenbandvaart. Dat is heel lastig geschieten met die bakken. Het is veel te donker. In het verleden schoten we ook oud gewoon met in de lucht. Maar dan schuurt ze hem toch, daar giet toch nu aan het heen? Want daar zit toch vast? Daar moet toch niet aan het heen gaan, want anders kunnen we gaan zoeken. Ja, precies. Nee, met lood. Het gaat over het lood wat je er... Als je nou schiet, dat zijn looie kogels, maar. En die gaan de bouw hebben. Ja, dat klopt. En die komen aan de achterkant terug. De buurt erop. Dit zijn de, ja, er zitten drie dubjes op. We zien allemaal iets andere hoogte hebben die. Nog steeds moeilijker. Dus in principe moet het steeds moeilijker worden om eraf te schieten. Oh ja, dit is een schuine kant eraan. Ja, een schuine kant en dan is het iets kleiner als een dier weer. En wij schieten dan met 6 mm. En ja, wij zeggen met die grote poppen hadden die Limburgs. Dat is het enige verschil. En waar schieten ze in Limburg mee? Ja, met die van die dikke patronen. We zien die 12 mm of 14, ik weet hoe dik die precies zijn. Dus je schuurt met iets veel kleiners eigenlijk? Ja, en een kleinere kogel, ja. Kijk, dit zijn eigenlijk de hulzen ervan. Kijk, hier zit dan nog een patroon om, maar ja, die hebben we nog niet hier. Omdat we, ja. Kijk, zeg maar een heel... Het zijn een 6 mm doorsnee, zien die. En wie groeit zien die buksen? Ja. Nou, flabbeer, zeg maar. Ja. Dat is dus een totaal Winchester, ja. Ja. Oh, Winchester, dus dit dus... Nee. Oh. Dat niet, maar... gewoon, ja, dat is een merk dan, want ik heb kogels... En waarom noemen ze dat nou een wip? Ja. Omdat je hem er vanaf moet wippen? Je wipt hem eraf. Je wipt hem eraf, hè? Ja, je wipt hem eraf. Een beetje de kurk van de fles. Ja. Kijk, en wij hebben dan ook, doen we dan het losschieten. Alleen aan een grote bluksje is dat dan. Kijk, de normale, de Limburgse herk is dan zo'n, ongeveer 1,5 bij 1,5. En we hebben dan zo goed en dan zetten we die op zijn wip. En die moet ook in zo weinig mogelijk schoten eraf. En het moet in Tweeën, ja, één gaat nog wel kunnen als je geluk hebt, maar tweeën moet je eraf kunnen. Maar dat lukt niet altijd. Want als ze hem heel zuur raken, ja, bijvoorbeeld, dan, het midden, ja, dat hij niet... open scheurt, ja, en dan... moet je eraf gaan. Kijk, en het kunnen schieten, ja, dat doen we ook op een houten vogel. Dus, het wordt geen toevallig geen keuning? Had ik dat? Ja. Kijk, ja. Had ik dat toch goed opgemerkt, ja, net? Eerste keer? Eerste keer, ja. Ja, ik zei net al, ik ben niet van hier. Ik ben nu drie jaar lid van het Gild. En laatste keer hadden we koningsschieten dan. En ja, dat kunnen ik had zoiets van, ik kom uit het westen, ik ga niet gelijk met zo'n mooi pak aanlopen. Dus ik was, zoals dat heet, ongeuniformeerd lid. En dit jaar mocht toch het eerst ook de ongeuniformeerden met het koningsschieten meedoen. Kijk. En dan werd ik ook gelijk koning. Of het opgezet is, weet ik niet. Oh, dat laat ik aan de mannen over. Of die de laatste misgeschoten hebben, expres, dat weet ik niet. Ja, stiet er dan immers met een tuiken tot gans onder? Nee, dus dan is al verder. Is dit erachter? Die wip, en daar zit een pen en er zit een houten blok op. Dit. Dus het is fraudebestendig? Nou, ja, ja en nee denk ik. Want ja, je moet wel 120 schoten, hè, voor die eraf. Oh, kijk, de kumpen met de vogel aan. Ja. Ja. Dat is een vogel, ja. Volgens mij zijn een reservevogel geweest. Vaak, het was ook qua weer een beetje kijken van... Dit komt dit erop en die vogel erop en dan boven. En dan... Omdat die zo weinig mogelijk schoot. Wie hem eraf schiet, die is dan de koning. En kijken, is het dan... Ja, nee, op dit is er wel nog geen gat ingeboord. Okay. Normaal boord er een gat in, maar... Dit zit hier dan op. Volgens mij houden we deze voorbeeld als mensen komen kijken. Ja, ja. Als we in de groep en dan krijgen het is, want dat is in de zaal. Hé, maar volgens mij is, ja, is dit ook nog... nog niet zo oud. Niet zo oud, nee. Daar ben ik nou... 3, 4 jaar. 4 denk ik. Ja, een goed jaar voor de beruchte coronatijd was het klaar. Ja, toen hebben we een tijdje niks kunnen doen. Ja. Maar dit is wel altijd de plek geweest van de Gild? Ja, ja, ja. Ja. De Gild is wanneer opgericht? 78. Ja, heropgericht. 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 Dus dan hadden we in 1473 of 1480, ja, dat is de oudste wat we gevonden hebben, terug hebben kunnen vinden dat ze toen begonnen zijn. Oké. Okay. Hé, hey, en als er geschoten wordt, met alles wat aangesloten is bij het Land van Cuijk, ja, hoeveel doen er dan mee? 33 gildes ongeveer zijn er. Maar dat zijn er... Ja, ja. Na de coronatijd is er heel veel minder geworden en dat zijn er ook. Dus bij ons precies hetzelfde. Die gestopt zijn bij... Ja, wij doen ook niet meer met aan die gildendagen. Dus met de aantal te klein zijn. En ja, je ziet geen aanwas meer, hè? Alle verenigingen hebben er last van. Als je ziet, Geijsteren, hoe groot de gilde dat is. Er niemand meer terug. Geijsteren en Blitterswijk, waren de grote gildes bij ons. En die zien ook, nou nog, hebben ze wel redelijk aanwas, maar niet meer zoals ze waren. Maar vindt de jeugd dat niet leuk om te scheten en een potje bier te drinken? En, nee, een potje bier, dat hoeft niet meer bij de vereniging te zien, hè? Nee, maar het is toch een beetje het complete pakket? Ja, ja, ja. Ik denk dat overal. Je ziet dat is een traditie en het zit in de familie. Dus ja, je ziet van vader, zoon. En dat er gewoon ook nog zien aan de dochters en dan de meiden, die vrouwen mogen er ook wat bij. Dat is heel lang is dat ook niet geweest. Kijk, en ja, dat is eigenlijk zo altijd gebleven. Er zijn er al misschien wat vriendjes ooit wat meegekomen, maar nee, dat... Ik zit geen veel toch? Nee. Nee? Toevallig niet. Dat is wel de beste ik aan al de horen volgens mij. Ja. Ik ben toevallig de commandant. Commandant! Ja. Kijk. Ja. Kijk. Dat is overzetter in ieder geval. En hoe lang zit geen lid? Ik... Vanaf 78? Nee, nee, ja. 82. Oké. Okay. Dus, maar ziet je het langste actieve lid dan? Ja, nee. Er zijn een paar mee die nog lid zijn. Ja, Ad Matthäusen, dus volgens mij het langste. En hoeveel leden heb je? Nou nog. 20. Nou nog? Nee, ja. O, dat klinkt zo negatief. Nou nog. Nou nog? Ja, kleine 20 als we allemaal zien en allemaal kunnen. En zijn er ook bij die... Ja. Hoeveel wonen er in de top 10? 30. 40 tegen 35, zo. Ja, dat wordt steeds lastiger, ja. Wat is de eerstvolgende activiteit van de Gild? Kleine kring in Blitterswijk meejagen. Geijsteren. Dus we noemen we de kleine kring, dus met Geijsteren, Blitterswijk, Wel, Holtes, Overloon en Maashees. Morgenmiddag. Doen we 3 keer per jaar doen wij gewoon ja, schieten. Dus net als wij voortdurend geef je ook wel eens grensoverschrijdend gedrag. Nou, dus in binnen ons, ja, dat zit wel binnen de... Ja, dan gaat geen Noord-Limburgers. Ja, die zitten gewoon in de kring. Zit wel bij ons in de, ook in de kring, zit allemaal in de zuid. Maar jij bent nou ook net de grens overgegaan. Dat weet ik, weet ik. Ik moet er echt aan winnen. Ik moet er enorm aan winnen. We hebben ook een vogel trouwens, dus we kunnen ook erg om. Je bent ook in de schutterij. Nee, maar we lachen hier om onszelf ook. Dus we hebben ook een vogel. Zeg eens dat heen. Ja, dat was geen bedoeld. Hey, maar zien er grote verschillen tussen de gildes onderling? Met andere woorden, is er voor mij een favoriet? Nee. Nou? Nee, meer is gewoon eigenlijk voor de gezelligheid, gewoon een wedstrijd. En verder gaan we gewoon niet in tenue, gewoon in burger.